Marty en Wietse. Worden scheidsrechters. Op bezoek bij Jan van Halst, Fox Sport. Iedere maandagochtend bellen we even met jou, Jan. We gaan binnenkort een wedstrijd fluiten. SC Nevelo in Oosterwijk. Jij bent natuurlijk oud-professional. Jij kan je heel goed verplaatsen in een speler. Waar moeten wij nou rekening mee houden als we het veld oplopen? Nou, het begint al eerder, hè. Als je daar bij de amateurclub komt en je komt zo aanlopen. Kansloos. Ja? Ja, kansloos. Ligt een jasje mat daar? Oh ja, dat is, het een jasje van Twan of niet? Zeg maar, dat je een beetje een natuurlijk overwicht hebt. Zeg maar. Ja. Sorry Twan, ik weet niet waar die is. Maar je zegt uitstraling. Kijk, we hebben het op de radio wel eens over Memphis Depay gehad. Bij SC Nevelo heb je waarschijnlijk ook wel een speler die een beetje arrogant gedrag vertoont. Hè? Een beetje een Memphis Depay-achtige speler. Die lopen overal rond. Ja, onder de duim. Precies. Dan loop je naar hem toe en dan zeg je, ik heb jou in de gaten vandaag. Ik ga jou in de gaten houden. Heb jij dat wel eens gehoord van de scheidsrechter toen je het veld op kwam? Ja. Ze kwamen bij mij. Ik heb een keer in een seizoen 13 gele kaarten gehad. Dus halverwege het seizoen, dan liep ik het veld op en dan zeiden ze, als je één keer je kop opentrekt, krijg je geel. Dus dan weet je het vast. Het hielp wel. Oefen even bij Jan. Doe dat eens bij Jan. Hey, één ding. Hè? Als je je kop opentrekt, dan... ik kom er niet uit. Ik heb jou in de gaten, joh. Dat is goed. Dat is goed. Ja? Ja. Dat is dan de uitstraling. Voor de rest nog andere tips of niet? Want we moeten het op een gegeven moment gaan doen natuurlijk. 7 november staan we daar op het veld. Je moet eigenlijk de uitdaging hebben inderdaad. Eerst een paar minuten een paar keer fluiten. En eigenlijk moet de fluit dan weg. Ik hield altijd van scheidsrechters die aan het praten waren. Goeie bal. Hé jongens, rustig, weet je wel. Dat word je een beetje maatjes ook van elkaar, weet je. Je moet het toch een beetje samen doen. Beetje informeel toch ook een beetje. Ja. Doe de jasje maar weer uit. Hey, de meest onterechte rode kaart in jouw carrière, kun je die herinneren? Is dat iets wat je altijd onthouden hebt of niet? Nee, want ik heb alleen met puur terechte rode kaarten gehad. Nou, ik heb een keer tegen Bayern München een rode kaart gehad. Toen stond de scheidsrechter zeg maar daar. En daar stond een Duitse speler. En die sla ik zo in zijn gezicht. Ja, dat was echt schandalig. Hij had wat gedaan bij mijn maatje, een paar minuten daarvoor. Dus ik had in mijn hoofd, ik ga jou terugpakken. Je moet van mijn maatje afblijven. Hartstikke dom natuurlijk. Je had een slijm in zijn gezicht? Ja, ik sloeg hem zo neer. Ja. Hey, Jan, wat denk je? Beste scheidsrechter van ons twee. Oh, gauw echt, Nou ja, voorspellingje. Ik bedoel, het is nog even. Ik ga me echt goed inlezen, Jan. Je weet het. Je gaat jezelf wel nog verkopen. Ik heb niet een hele rijke voetbalhistorie, maar ik wil wel beslagen ten ijs komen. Wietje, denk je dat je dit niveau nog kan halen? Ja, je hoort al dat geblaadje hier. Scheidsrechter, ik ga me inlezen. Het is natuurlijk allemaal een beetje halfjes. Het is niet echt overtuigend. We begonnen hier met overtuiging. Ik zie niet heel veel overtuiging nog steeds. Dit niveau ga jij niet halen. Ja, Martin, ik denk jij... Echt? Ja. Mattie de betere scheidsrechter? Ja. Dat is toch ongelooflijk. Dat ik kaarten bij me heb. Oké, nou, we gaan het zien, Jan. Je hebt nog een paar weken, weet je. Jasje kopen straks. En, we gaan ervoor. Q.